Nederland wilde hem niet hebben, maar inmiddels is hij een internationaal veelgevraagd cameraman. Hoyte van Hoytema. This is my younger brother. You gotta help me finish this. Taught him everything he knows. You don't know to see where this fight is headed. Turn over. Jij bent binnengehaald als Nederlandse cameraman, maar je bent geboren in Zwitserland. Je bent opgeleid in Polen en je bent via Noorwegen in Zweden terechtgekomen. Ja. Voel jij je wel Nederlandse cameraman? Jawel. Eigenlijk 100%. Maar waarom schiet je dan niks in Nederland? Of? Nou ja, ik werk gewoon nooit in Nederland. Maar ja, ik ben gewoon wel vol in Nederland. Maar ik heb gewoon altijd in het buitenland gewoond sinds mijn studie. En de reden dat ik in het buitenland terecht ben gekomen, dat ik in het buitenland ben gaan studeren, is dat de Nederlandse filmschool mij niet wilde hebben. Dus jij lacht ze nu allemaal een beetje uit? Nee, ik lacht ze niet uit. Maar ik was wel heel gefrustreerd toen ik hier Nederland verliet, ja. Ik vind het nog steeds raar. Betekent dus dat er minder plekken zijn dan er aanmeldingen zijn? Ik weet niet precies hoe dat toen was, maar ik dacht dat ze per jaar namen ze toen iets van vijf man aan. En er waren wel een paar honderd man die zich daarvoor aan wilden melden. Ja. Nee, what's the problem? Problems. What problems? What problems? What like problems? What? Like maybe you not showing up on time to train. Like maybe him having to come find you in a crack house when you're supposed to be at the airport. I'm sorry. I don't know who you are. Why are you talking? I'm Charlene. We just met. We're together. Do we need to do this again? Hi, I'm Charlene. Hi, I'm Charlene. Hey, we're together. Hoe een film eruit komt te zien, ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de relatie die jij hebt met een bepaalde regisseur. En dat vind ik als cameraman, vind ik dus een van de delen van de job description, is dat je daar ook goed in bent. Dat jij niet alleen iemand bent die goede plaatjes kan maken, maar dat je ook gewoon goed bent om in het communiceren, zeg maar, met een regisseur. Is het dan ook zo dat jij de beste vriend bent van de regisseur? Ja, dat kun je rustig zeggen, ja. Je kan toch niet van elke regisseur de beste vriend zijn? Nee. Maar je kan wel van de regisseur de beste vriend zijn waar jij op een gegeven moment mee gaat samenwerken. Want daar heb je natuurlijk zelf wel vinger in de pap. Maar hoe test je dat dan? Nou, dat test je niet, maar dat is wel iets wat je moet aanvoelen. Ik bedoel, op dit moment krijg ik best wel veel projecten aangereikt. Vanwege Let the Right One In, maar voor Let the Right One In Zweden al best veel. En ik bedoel, ik heb toch wel heel erg mijn best gedaan. Ik probeer toch altijd wel heel erg mijn best te doen om de juiste projecten te kiezen. En dat heeft vaak niet alleen te maken met een script, maar dat heeft juist heel erg te maken met wat voor regisseurs je gaat samenwerken en wat voor persoonschemie je dus hebt met een regisseur. Dickie's a junk bag. Hey. He's a junk bag. Why am I the problem? I'm his blood. I'm his family. I'm the one fighting, okay? Not you, not you, and not you. I know what I need. And you need Dickie? I want Dickie back. And I want you, Charlene. And I want O'Keefe. I want my family. What's wrong with that? David O. Russell, regisseur van The Fighter, heeft hij gezegd waarom hij jou wou? Ja, hij was uiteraard eerst geïnteresseerd door Let the Right One In. Maar ik denk dat hij geïnteresseerd was door een combinatie. Want hij zag een film die ik had gedaan voor Let the Right One In Zweden. Of tenminste een televisieserie. En een heel groot gedeelte is gedraaid zwart-wit. Het is heel veel handcamera. Het is eigenlijk heel erg... Ja, het is eigenlijk heel erg punky en heel erg vrij was het. En ik denk dat hij gewoon die combinatie van dat kunnen doen en ook zoiets doen als Let the Right One In, wat veel meer formeel is en veel visueler zou je kunnen zeggen. Of strakker, esthetischer. Ik denk dat hij gewoon die combinatie heel erg... interessant vond. En dat is natuurlijk hetgene waardoor die getriggerd wordt in het begin. Maar ik denk ook daar weer persoonschemie. Fighter is dus een boksdrama. Nou ja, er zijn meer boksfilms. Heb jij een beetje laten inspireren of een beetje afgekeken? Ja, heel erg natuurlijk. Ik bedoel, het is echt een genre voor zichzelf. Dus je...
Je wil wel een beetje geïnformeerd blijven wat er nou precies is gedaan en werd gedaan. Maar er zitten wel een paar shots in. Dat zijn gewoon momenten die zijn... dat zijn hommages aan Raging Bull bijvoorbeeld. Daar hebben we bijvoorbeeld gewoon net één shot in een ring. Hebben we gewoon precies zo gedaan. Gewoon om even een knipoog te geven. Maar in principe, de manier waarop wij die bokswedstrijden hebben gefilmd, dat is eigenlijk weer onze eigen unieke manier om dat te doen. Want in Raging Bull is het op een hele specifieke manier gedaan. In Rocky is het op een hele specifieke manier gedaan. En ja, Ali is het op een specifieke manier gedaan. En al die films hadden één ding gemeen, wat wij misschien proberen anders te doen. Al die films die probeerden op een of andere manier het moment in de ring te dramatiseren. Dus waar je normaal als publiek niet bij kan, die ring en binnenin die ring, in die wedstrijd, tussen die twee boxers. Dus al die films die hebben daar heel goed hun best op gedaan, om daar camera's heel dichtbij te zetten, om precies te zien wat er in de hoofd van die boxers omgaat. Maar waar wij voor hebben gekozen in The Fighter is het juist weer een beetje terug te brengen. En wij hebben geprobeerd om al die bokswedstrijden weer een beetje authentisch te maken op een manier waarop je gewend bent er naar te kijken. Mickey Ward is 31 years old. He's here because he needs the money. Look at the size of that guy. He's got 20 pounds on me, Dickie. You don't fight, nobody gets paid. Bij The Fighter heb ik zelf eigenlijk niet zo heel veel de camera zelf aangeraakt. Je was echt de director of photography. Ja. Dan heb je een heel leger slaven die camera bedienen. Nou, bijvoorbeeld die camera operators heb je ook weer hele goede mensen voor nodig eigenlijk. Want dat zijn mensen die staan zo dicht bij die acteurs. En vooral als de regisseur zo'n acteur vrij wil houden, ja, dan wordt dat ook weer een bepaald samenspel en een symbiose. Dus je wil wel weer iemand hebben die ook weer de perfecte intuïtie daarvoor heeft. Dus het is een heel proces om die mensen dan ook weer erbij te vinden die heel goed zijn. Ik bedoel, ja, ik zou ze niet direct slaven noemen. Ze zijn echt... Ik heb gewoon heel veel aan ze te danken. Als ze het goed doen, dan maken ze mij weer een heel stuk beter, zeg maar. Maar ben je dan niet bijna een manager geworden? Dat is wel een beetje het verschil tussen film in Amerika en film meer in Zweden. Dat je daar inderdaad veel meer een soort manager moet zijn, ja. En dat is leuk, maar dat is ook soms een beetje saai, vind ik. Wat vind je het nog wel jouw beelden dan? Ja, ik vind het nog wel mijn beelden, maar je hebt wel een ander soort relatie tot die beelden, ja. Dat is wel zo. What's your plan? How are you gonna fight Sanchez? I ain't gonna talk about that. What's your plan? I am not here to talk about that. Yes, you are. You watch the fight and you'll see the plan. Hey, Mick, what is it? You're scared, embarrassed because you don't even have a plan on your brother. Just tell me. You gotta run against this guy. Let him punch himself out. Take him to the body, right? Get inside. Switch stances like you're gonna work his right. Hit him on the left. You ain't me. All right, you can't be me. Careful. You had a hard enough time being you when you had your chance, and that's why you're in here. All right? I'll fight Sanchez the way I fight. En heeft het succes van Let the Right One In en nu ook weer van The Fighter, wat is voor een x-aantal Oscars genomineerd. Mm. Het straalt toch ook op jou af, neem ik aan. Is dat betekent nu dat je helemaal voor het kiezen hebt? Ja, nou ja, dat klinkt wel een beetje. Maar ik heb het inderdaad wel een heel klein beetje voor het kiezen, ja. Maar dat vond ik na Let the Right One In eigenlijk al best relaxed. Ik kreeg best leuke scripts en ik had best wel heel veel leuke dingen kunnen gaan doen. Krijg ik nog scripts uit Nederland? Nee. Ja, nou, ik word wel eens een keer door iets gebeld of zo, maar Nederland is eigenlijk, eigenlijk bijna helemaal niks, nee. En zou je dat nog willen of heb je ook iets van stik er maar een beetje? Nee, het lijkt me heel leuk om een keer iets in Nederland te doen eigenlijk. Het lijkt me echt heel erg leuk. Ik zou het echt heel graag willen. Maar ik zou het heel vervelend vinden om na dan al die jaren terug te komen naar Nederland en dan voor...
bijna geen budget op een videocamera met een hele hoop stress. S'nachts door de Belmen rond te rennen voor een goed script. En met dan alleen maar mensen die heel gefrustreerd zijn dat ze hun idee niet kunnen verwezenlijken omdat ze daar geen geld voor hebben. Dus ik zou wel iets in Nederland willen doen, maar ja, het moet wel het juiste project zijn in vele opzichten.